Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Seuren hier, met vandaag weer een nieuwe Pokémon Let's Go video voor jullie. Voor vandaag ben ik super enthousiast, want sinds de vorige aflevering is er een hoop gebeurd wat ik jullie even ga laten zien. Allereerst had ik natuurlijk in de vorige video er behoorlijk te pissen over in dat mijn team zo zwart was. Nou, ik heb dus even al mijn items beteken, et cetera, mijn Pokémon beteken. Want ik had beloofd dat ik ze zou trainen tot level 40. Nou, dat heb ik gedaan. En dat werd gedaan, zoals je hier kunt zien, door middel van... Even kijken, ik moet wel het goede knopje aanklikken. Open Pokémon Box. Op een catch streak te gaan. Want, ja, waar ik wel achter ben gekomen is dat Pokémon Let's Go zich meer focust op het vangen van Pokémon... dan het battelen van Pokémon om HP en andere dingen te krijgen. Dus nou, ik ben op een catch streak van Groudon, was dat maar waar, Growlithe gegaan. Helaas geen shiny, zoals je kunt zien, dat is een beetje balen. Maar ik ging wel op een 43, 44 streak of zo. Nou ja, toen had er geen zin meer in en kwam ik de Arcanine tegen, dus ik dacht, nou, die van ik maar. Dus ja, toen was mijn streak verbroken. Ik moest toch stoppen. Dus nou, dat was in ieder geval wel zo. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat al mijn Pokémon nu rond de level 40 zitten. Alleen Snorlax zit nog level 40. Nou, als dat het enige is, dan dat ene leveltje komt ook wel goed. Maar, zoals je misschien weet, krijg je natuurlijk voor het vangen van Pokémon Candy. Nou, die heb ik daarvan allemaal gebruikt voor degene die ik had, voordat ik zeg maar met die streak begon. En na die streak heb ik dus deze allemaal erbij gekregen. En nog wat andere dingen. Maar goed, waar het op neerkomt is dus dat je meer beloningen krijgt als je Pokémon dus vangt dan als je Pokémon vecht. Wat eigenlijk het tegenovergestelde is van in de originele spellen, hè, op de DS etc. of eigenlijk voorgaande spellen. Waar je meer bonussen kreeg als je Pokémon versloeg dan dat je Pokémon win. Dus nou, ik heb al die candy dus gebruikt om dus mijn Pokémon eigenlijk te power-uppen kan je wel zeggen. Dus sterker te maken. En zoals je kunt zien heeft dat een behoorlijke... verbetering gezorgd in de statistieken van een Pokémon. Want als je namelijk naar die gele, dat gele gedeelte kijkt van dat in dat hexagonale voorwerp, dan zie je dus dat ik mijn Snorlax behoorlijk heb verbeterd op het gebied van attack. Dat is ook logisch, want Snorlax is natuurlijk een fysieke aanvaller en is dus heel langzaam. Hetzelfde geldt ook voor Charizard. Die heb ik dan, tenminste daar is in ieder geval de bedoeling van, om die meer op special attack en op speed te specialiseren. Voor Venusaur is hem tot nu toe een beetje een manager van alles. Heb ik nog niet echt gespecialiseerd. Heeft ook een beetje een vervelende nature. Nou, hetzelfde geldt voor Pikachu. Eigenlijk meer inderdaad een special attacker en een attacker die erg snel is. En dan als laatste natuurlijk Blastoise, waar ik natuurlijk tot nu toe de nodige moeite mee had. Die ik op dit moment meer een fysieke aanvaller heb gemaakt. Beetje snelheid en wat meer in verdediging. Dus dat hij aardig wat hits op kan vangen, maar ook aardig wat schade kan aanrichten. Dus ja, hoe meer Pokémon we gaan vangen eigenlijk, komt het op neer. Hoe specifieker ik mijn Pokémon af kan stemmen op wat ik wil. Dus ja, dat is ondertussen gebeurd. Zoals je kunt zien zitten we nu op het Charizard. Ik ben erg benieuwd wat er nu allemaal gaat gebeuren. Of we nog een trainer kunnen tegenkomen. Oh, er ligt een Pokéball. Dus nou, er liggen twee Pokéballs. Dus ik ga even van mijn Charizard af, helaas. En ik ga... op een Arcanine rijden. Kijk hoe dit eruit ziet als we van Charizard naar Arcanine springen. Hoppadee. Nou, dat zag er best vloeiend uit. In ieder geval een super potion gevonden, dus dat is mooi. En dan ben ik daarna ook erg benieuwd hoe sterk mijn Pokémon nou zijn. Als ze dus inderdaad voor het eerst gaan battelen. Dankjewel, het duurde even voordat ik die Pokéball op kon pakken, maar... even geduld. Oeh, wat is dat nou? Oh, dat is een lantaarn. Ik dacht, wat is dat? Dus ja, ons eerste gevecht. Ik ben benieuwd. Hopelijk kan het positief uitpakken. Wow, you have great Pokémon. Let me see. Want ja, tot op heden, zoals jullie misschien wel merkten aan mij, ben ik nog niet heel erg enthousiast geweest over Pokémon. Nou, dat is ook niet waar. Ik ben wel enthousiast geweest over Pokémon Let's Go, daar niet van. Maar ja, het was even wennen van hoe je nou het spel moet spelen, zeg maar. Dat is eigenlijk net weer waar ik naar op zoek was. Dat is achteraf altijd wel makkelijk gezegd, et cetera. Maar we gaan het zien. Kunnen we gewoon in één keer killen? Dat is nu eigenlijk, ik heb alle hoop erin dat Snorlax dat gewoon kan. In één keer. Gewoon, hup, boom, in één keer dood. Kijk eens aan. Nou is het dan Psyduck van een aantal levels lager. Dus ik moet misschien ook weer niet te enthousiast worden. Maar ik denk echt wel dat het candy geven aan je Pokémon. Nadat je die Pokémon, speciale Pokémon dus hebt gevangen. Echt wel helpt. Want ja, die statistieken gingen niet van niets omhoog. Kijk eens aan. Snorlax heeft tot nu toe een Fury Swipes en een Quint. Nou, dit is het geluk zit nu aan onze zijde, jongens. Dit is gewoon het omslagpunt van heel deze Let's Play. Playthrough moet ik eigenlijk zeggen. De coat is zo shiny. Psyduck heeft geen coat hoor. Psyduck heeft echt geen coat. Die heeft een... wat is het eigenlijk?
Ahead is Pokémon Road. You can stroll or enjoy battles there. En hier heb ik inderdaad ook heel veel verhalen gezien over shiny hunters, legendary Pokémon die hier spawnen nadat je de Elite 4 verslagen. Weet ik het allemaal. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat uitpakken. Ik ga hier Pokémon tegenkomen, zo te zien niet. Oh, hier staan ook twee trainers met Eevee-evoluties. Do you want to battle met Pokémon? Kom maar op, ik denk dat jij een Vaporeon gaat gebruiken. Dat zou wat zijn als je dat niet doet. Picnicker Dahlia. Vaporeon, kijk eens aan. Hoe had ik het kunnen weten? Dat is wel gaaf, zag je dat? Helemaal dat geschudden en ook naar zijn staart. Dat was wel mooi. Dat was wel een gave introductie van Vaporeon. Level 37. Ja, als we deze ook in één keer kunnen neerhalen, dan ben ik echt, word ik helemaal gek. Wauw. Kijk, dit bedoel ik dus. Snorlax is in... We nemen nu gewoon amper schade op. We nemen nu gewoon... En... Hop. Oh, weer een critical crit. Nou, het is echt bizar. Het is echt bizar dit. Jongen. Ah. Geweldig. Ik ben nog steeds moe. De laatste weken sowieso al snel moe. I'm looking for Pokémon friends. Liquid. Apart. Maar goed, dit is dus inderdaad een stuk beter. Oh, you're a cutie, little cutie. So like a darling Pokémon. Oké, het is allemaal wel prima, maar jongens, jullie zagen het. We namen misschien 2 HP schade op en we deelden gewoon massale damage uit. Dat is nou hoe ik gewend ben om door een Let's Play te spelen eigenlijk. Zoals ik al aangaf, ik hou ook van moed Let's Plays. Dus ja, het is ook weer niet echt helemaal leuk dat je gewoon elke Pokémon 1 keer kan doden, maar... Ja, weet je, het schiet wel lekker op. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik hoop wel dat de Elite 4 wat meer een uitdaging is, zal het heel eerlijk zijn, maar... Weer een critical hit. Jongens, wat heb ik met die Snorlax gedaan? Ik denk dat je, hè, als je Pokémon Candy voert, worden ze blij, weet je wel, hè? Wie houdt er nou niet van snoep? Hij was Card of Guard. Dat ze ook dan, ja, dat dit soort dingen dan ook vaker voorkomen. Critical hits, hè? Status, illnesses. I forgive you, I can take it. I'm a big girl now. Heel goed, meid. Nou, waar staat die meneer of mevrouw met Flareon? Daar is ze al, huppakee. Let me see your Pokémon. Please. Ik ben zo trots op mijn Pokémon nu. Jij mag van harte mijn Pokémon zien. Kom maar. Kom. Flareon, huppakee. Die gaat gewoon in één keer... Zullen we gewoon Lick proberen? We gaan dus even kijken of Lick misschien een beetje schade aan kan richten. Ik ben wel benieuwd. Kijken of die misschien ook in één keer kan killen. Ik denk dat niet, want Lick is wel een erg zwakke move, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Je weet maar nooit. Lick, wat gaan we doen? Ma. Ik had gehoopt stiekem op een 2-hit KO. Dus na 2 keer likken dat hij dan dood zou zijn. Maar het is een 3-hit KO. Dus ja, oké, prima. Lick is meer voor de coverage, weet je wel. Dat we ook een geesttype Pokémon kunnen raken. Als we met Snorlax overblijven. I'm happy now. Because I'm happy. I'm so happy to be able to see different Pokémon of different people. Heel de ochtend heb ik aan dingen gewerkt voor Pokémon Go, etc. En heb ik geen enkele gaap gemaakt, of gedaan, of weet ik hoe we het noemen. En nu ga ik opnemen en ik heb al 3 keer gegaan. Het is echt bizar. Een superluur. Nou, het moet niet gekker worden nu zeg. Die had ik wel goed kunnen gebruiken toen ik op mijn Growlithe-jacht ging. Een Dodio die hebben we al, een Pidgeotto hebben we ook al. En een Weird Great Boss, die kunnen we zeker goed gebruiken nu de... Ja, Pokémon steeds hoger worden natuurlijk. En we ook... Nou ja, Legendary zullen we nog lang niet tegenkomen, maar... Als ik zie hoeveel Pokéballs ik gebruik op het vangen van een Pokémon... Dan hebben we echt wel duizenden Ultra Balls en Great Balls nodig... Willen wij een Legendary vangen. Please, would you have a battle with my babies? Oeh. Heeft hij dan alle 3 de starters of heeft hij alleen een War Turtle? Of heeft hij gewoon letterlijk baby Pokémon? Kan natuurlijk ook. Ace Trainer... Johnson. Zo te zien heeft hij alle 3 de starters en dan de tweede evaluatie, of de eerste evaluatie daarvan. Nou, dat maakt Snorlax helemaal geen ene fluit uit. Level 40, kijk, dat is nou een uitdaging. Hier weer Surf. Had ik toch gezegd dat dat een hele mooie animatie was, net zoals Waterval. Moet je kijken. Dit krijg je niet op de DS hoor. Dit krijg je echt niet te zien op de DS. Oeh, ja, dit is een uitdaging. Ice Beam, dit is zeker een uitdaging, want die heeft, welke woordtutel heeft nou al Ice Beam, jongens? Van een normale trainer. Dit is zeker geen normale trainer, dit. Interessant. Ik zit er nog meer te kijken om... alleen maar aanvallen op mijn... Waarom in godsnaam een Magneton? Ik denk, nou, die heeft alle 3
Ivysaur, Wartortle en Charmeleon. Maar nee hoor. Nee. Oeh, dat is een behoorlijke schade. Helaas geen paralysis, maar we gaan nu al even wisselen. Ik zou hem eigenlijk willen wisselen naar Dinis, naar Charizard, want super effectief. Maar hij is ook super effectief tegen mij, Magneton, dus dat lijkt me niet zo'n idee. Dus we gaan maar gewoon voor Pikachu. Pita, daar is hij weer hoor, met het Team Rocket pakje. Staat wel gaaf, maar het voelt niet helemaal goed. Ik zal heel eerlijk zijn. We zijn natuurlijk tegen Team Rocket en we gaan zelf in het Team Rocket pakje lopen. Dat kan natuurlijk niet. Oeh, ja, dit is een lastige trainer. Als het Elite Vioxo wordt, dan ben ik wel blij eigenlijk. Nu we een beetje gewoon sterke Pokémon hebben. Want ja, kijk, we ook weer niet zo dat we, die trainers als daarnet, dat we gewoon één aanval kunnen doen en met elke aanval door de Elite 4 jagen. Want dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Nou, een beetje kijken hoe sterk de Elite 4 is. Hebben ze level 60 Pokémon, level 50, weet ik het allemaal. Dat kan, weet ik natuurlijk nu nog niet, maar naarmate we een beetje bij de Dinners komen. We gaan voor Blastoise. Ik heb zin in Blastoise. Ik heb echt hele hoge verwachtingen van Blastoise. Hè. Hij heeft in principe een goede nature. Want zijn special attack en zijn attack is ongeveer gelijk. Dus ja, dat nu zijn special attack is verlaagd. Ja, prima. Maar dan wordt het automatisch een physical attacker Blastoise. Nou, dat hebben we nu gedaan met Waterfall en met Grip Breaker en met al die andere aanvallen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe Blastoise ook... Hè. Kijk, nog niet eens een kill. Sowieso. Is niet zo gek, want Marowak heeft best wel een hoge verdediging. En we zagen net al dat dit best wel een sterke trainer is. Het zijn ace trainers, die zijn altijd wat moeilijker. Maar oké. Interessant. We zitten in ieder geval... Het is ook weer niet zo dat we overpowered zijn, denk ik. Dat valt nog mee op dit moment. Hè. We zijn wel iets hoger qua level dan onze tegenstanders, maar... Even if they lost, my babies are still cute. Wel trouwens een mooi gebalanceerd team, by the way. Thank you for battling with my babies. Waarom noem je ze steeds baby's, jongen? Het zijn gewoon geëvolueerde Pokémon. Als je nou allemaal eerste Pokémon had, zoals Growlithe, Magnemite, Squirtle, zou ik zeggen oké. Maar dat is niet zo. Een Elixir, nou, allemaal prima, allemaal leuk en aardig. Wel een mooie route trouwens, dit is echt wel, hè? Je hebt ook een beetje water. Oh, een Ponyta, dat is een nieuw Pokémon. Toch? Ja, dat is een nieuw Pokémon. Volgens mij wel. Ik kan me niet herinneren. Een grote Ponyta. Ja, dat is na het nieuwe Pokémon. Dan gaan we geen Ultra Ball gebruiken. Sorry, Ponyta. Great Balls hebben we ook niet veel. Ik ga gewoon lekker voor de Pokéball. Dan gebruiken we maar 40 Pokéballs. Maakt me niet uit. Oh, dan gaan we weer, jongens. Ik raak hem. Ik heb hem geraakt. Hij zal waarschijnlijk niet zitten, want dat was... ik wou het zeggen. Het was en geen bonus en geen... Nog steeds... Het is gewoon lastig om te gooien als die Pokémon links of rechts gaat. Dat is echt een ramp. Kijk, rechtdoor is goed te doen. Dat kunnen we ondertussen wel. Nou, er zitten 20 afleveringen. Waarom rolt hij nou even vaak met een excellent als met een nice wolf? Dat snap ik niet. Oké, dat gaat beter. Misschien dat we een beetje onder de finish krijgen. Onder de knie. Ja, wat moet hij nou doen, Ponyta? Moet je nou een ultra ball gaan geven? Nee toch, dat hoop ik toch niet hoor. Weer een excellent. Nou, die moet je toch zitten. We hebben nu 4 keer een bonus gegooid, waarvan 2 keer het excellent. God, Simiki, wat moet je nou nog meer doen? Ik ga toch geen ultra ball geven op dat ding, of wel? Een great. Wil je dan een great ball op hebben of niet? Logisch. Pokémon Go logica. Gooi je 2 keer een excellent, springt hij eruit. Gooi je een great throw. Wat dus minder goed is, in principe. Zit hij. Logisch. Capable of jumping incredibly high. It hoofs and sturdy legs absorb the impact of a hard landing. Is wel een gaaf Pokémon, moet ik zeggen. Ik heb sinds mijn zusje en moeder een paard hebben, ben ik wel echt wel meer van paardachtige Pokémon gaan houden. Ja, krijg je toch wat meer waardering voor hè, de kracht van paarden, zeg maar. Het waren natuurlijk altijd beesten of dieren eigenlijk, moet ik zeggen. Die toch altijd een beetje de mensheid hebben gediend vroeger, weet je wel, met cowboys, weet je wel. Het was toch een soort van
ja, vervoersmiddel is misschien raar te zeggen, maar het was het eigenlijk wel. Ik bedoel, hè, vroeger hadden we geen nu het Red Dead Redemption speel. Ja, dan hadden ze geen auto's, moest je met alles met paard doen. Van een, of naar de trein, maar oké. Okay. In principe was het over het algemeen was het paard wel het meest gebruikte vervoersmiddel. Maar ja, dat is nu... Oh, wacht, dan moet trouwens geen Dennis gaan gebruiken hiervoor. Ik kan wel... ik ga voor Venusaur, ja. Ik ga voor Venusaur. Dan willen we toch wat meer Venusaur... Nou, ik denk dat we Venusaur een beetje een mixed attacker willen maken. Half, of tenminste, zowel fysiek als special, want... U-turn, oké. Dat is een verrassende aanval. Zag het niet aankomen. Een Graveler, maar ook niet uit. Daar is Venusaur ook goed tegen. Maar ja, Venusaur is natuurlijk in principe een, moet het zeggen, een special attacker. Nou, nu heeft hij een nature dat zijn special attack verlaagt. Nou heeft hij ook wel fysieke aanvallen, maar die zijn toch wat minder goed dan zijn ja, special attacking move pool. Dus ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is, Venusaur heeft meer keuze uit special aanvallen dan uit fysieke aanvallen. Dus daarom kan je alsnog beter gewoon ja, proberen van Venusaur een special attacker te maken. In mijn geval in ieder geval hoor. Niet iedereen heeft mijn Venusaur natuurlijk. Perfect. Perfect dit. Niet eens super effectief, maar wel in de dood. Hoppa. Pikachu naar level 42. En meneer Punk Gory is verslagen. Arr. Ik kan beter een piraat noemen, denk ik. Ook wel gaaf. Piraten in Pokémon. Dat hebben we wel leuk. Be ready to fight for your beliefs. Maar kijk, nu komen we tenminste een route door. Hey, dat is een Eevee. Die vond ik heel erg raar om te zien. Ik weet niet waarom, maar ik vond hem echt... heel erg klein was hij. En hij liep daar zo rondzwerven. Dit dacht, nou, dat is een trainer of zo. Of een trainer Pokémon. Ik weet dat ik geen bonussen gebruik. Want ik wil ja, echt gewoon die ultraballen en greenballen gaan sparen. Jammer. Uiteraard. Stom ding. Oh, nou, was dat een excellent? Hoe kan dat nou geen excellent zijn? Hoeveel kleiner... Oké. Wat een vervelend beest, zeg. Jongen. Een nice. Oké. Een great. Nou, een great is toch gewoon een mooie bonus, jongens. Kom op, Eevee. Ik weet dat je een hoog level bent, maar... Een great. Nou, we gooien gewoon. Als hij zolang hij maar gewoon recht blijft staan, hè, dat zal iedereen wel hebben, want zo heel moeilijk is het niet. Is het allemaal wat te doen? Oké, nou, ik raakte hem in ieder geval wel. We hadden 172 Pokéballs, Eevee. 159 nog, dus. Je kan misschien lang volhouden, maar. Zo lang gaat het toch echt niet lukken, want dan hebben we je echt wel gevallen, denk ik. Dus je kan er nu ingaan. Of gewoon even lekker vervelend zijn en mij 160 ballen wachten. Het is maar waar je zin in hebt. Nou, we gooien wel lekker. Dat is echt niet mijn verdienste. Dus ik zeg nu wel, we gooien wel lekker. Maar ik weet zeker dat het echt meer... Oké. Ik dacht, hij kan niet rennen als we... Nou, het zal wel zitten. Het zal wel, joh, stom beest. Godsmorgens. Ik had het ook wel verwacht. Ik bedoel, je moet niet verwachten dat je met een pokerbal een rode cirkel kan vangen. Een Pokémon met een rode cirkel ervan, maar stiekem had ik toch gehoopt dat Eevee even mee zou werken en na twee keer een Great zo gewoon even zou blijven zitten, maar ja. Volgende keer beter. Het is in ieder geval een wat zeldzamere span Eevee, dus ik baalde er misschien toch wel een beetje van dat er niet blijven vangen, maar ja. Had ik maar van tevoren bijna moeten denken en gewoon een Ultra Ball moeten gebruiken zeuren, zo simpel is het allemaal. Hier staan nog twee trainers, een 3 met een Executor, nou, het is wel een... Het lijkt wel gewoon een speeltuin hier zo zeg. Jongen. Een super repel. Even kijken, wat is misschien handig om te doen? Ja, we gaan wel gewoon vechten, joh. Maakt het uit. I need a little exercise. Ik had misschien beter met het langzaamste kunnen beginnen. Dat was misschien Executor. Want dan had ik misschien sneller geweest met Snorlax en de rest kunnen gebruiken. Maar Weepinbell is ook niet erg. Ook dat is niet echt een hele snelle Pokémon. Plus hij is al niet helemaal geëvolueerd, dus wat dat betreft zijn we misschien sneller dan deze Weepinbell. En kunnen we misschien ook wel gewoon een aanval overleven. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Moet hij geen poison jab gebruiken natuurlijk.
en niet sneller zijn. Lekker dit zeg, jongen. Maar goed, maakt niet uit. Dan hebben we gewoon eens even tijd voor Charizard. Kunnen we die eens even eindelijk laten shinen. Want die hebben we ook nog niet, voor mijn gevoel nog niet vaak gezien. Dus even kijken, hij heeft ook niet heel veel goede aan. Hij heeft alleen Ember, weet je wel. Wanneer krijgen we nou Flamethrower op dat ding? Dat is echt wel een stuk beter dan Ember. Laat maar zitten. Ik heb dit gezegd. Ember is nog perfect voldoende om gewoon een Pokémon te killen. Pew, goed workout. Is nou niet echt de outfit waarin ik een workout zou doen. Maar oké, als jij dat een workout noemt, dan prima. I'm sure I lost weight here. Waarom? Dan gaan we maar gewoon door naar Exeggutor. Oh, wat? De trainer van Exeggutor bedoel ik. Where is a good looking guy who is with a cute Pokémon? Ik vind mezelf in dat Teamwaterpark die toch er aardig mooi uitzien. Hè? Je moet kijken hoe stoer. Helemaal gecombineerd met mijn Pokémon. Hetzelfde stijl hebben. Exeggutor, kom maar door. Eens even kijken of dat we die... Exeggutor kan gewoon haast geen... Ja, als hij Dinnis heeft, een Psychic aanval kan je enige schade doen. Maar een grasaanval gaat bij ons niet werken, ben ik bang. Psychic. Oké. Is Wind Attack misschien sterker? We gaan het even testen. Nee, ongeveer hetzelfde. Maar ik heb dus Charizard nog niet echt heel veel verbeterd, zoals je kunt zien. Charizard is natuurlijk ook meer een snelle Pokémon die meer die veel schade aan kan richten. En niet echt hits kan opvangen. Dus ja, wat dat betreft klopt het ook wel dat we veel schade met dat ding oplopen. Maar ik had gehoopt dat die misschien wel beter zou zijn. Maar ik heb hem ook niet heel erg... versterkt hoor. Ik heb degene Pokémon die het meest versterkt heb waren Blastoise en Snorlax. Dat ik daar ook de meeste candy voor had die ik daarvoor kon gebruiken, zeg maar. Hè. Attack candy, defense candy, etc. Dus ja, Pikachu, Venusaur en Charmander moet nog wel een beetje verbeteren. Nou, gelukkig kan ik hem inderdaad overleven, die Scald, want was misschien toch niet al te slim. Ik ga denk ik wel voor de Zippy Zap, want Starmie is... geen goede Pokémon op de fysieke verdediging. Ah, overleeft hij het echt letterlijk met 1 HP? Het is er weer... Ah, a critical hit. Oh ja, tuurlijk. Oké, overleven we dan niet. Jammer. Maar ja, weet je, we zijn nu halverwege de route. We hebben al een sterker trainer tegengekomen. Wat hebben we nog meer gedaan? Wat is het? We zijn natuurlijk ook sowieso al... Ja, nee, ik heb alles al gezegd. Laat me zitten. Dus ja, het is ook niet zo gek dat we ondertussen wat meer moeite krijgen met de Pokémon die we tegenkomen, want onze Pokémon zijn niet meer helemaal fris en fruit. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Hoppa. Oh. Dat gapen begint een beetje vervelend te worden nu, want dat is niet echt... Hij werd dan... Heeft hij zo'n hoge special defense, joh? Venusaur heeft hem zoveel verbeterd, nee toch? Ik kan me niet herinneren dat ik Venusaur heb verbeterd op special defense, maar... Het is wel zijn hoogste statistiek, zullen we zien. Wat? Oh ja, tuurlijk. Ik heb natuurlijk Petalden gebruikt en die moet je sowieso standaard een iets aantal keren gebruiken. Maar goed, maakt niet uit. Oké, nu kunnen we wisselen. Perfect op het, precies op het goede moment. Want dan gaan we even onze Arcanine, onze Blastoise gebruiken. Als hij het tenminste kan overleven, maar dat verwacht ik wel. Want Ninetales kan Solarbeam krijgen, maar ik denk niet dat hij die heeft. Kijk, een Flamethrower overleven we wel. Dan gaan we voor de waterval uiteraard en dan hopelijk dat hij dood is. Moeten we geen Burn krijgen? Gelukkig. Hoppa, zo doen we dat. Zo doen we dat, jongens. En weer een level up. Hier krijg je wel wat meer XP voor deze trainers op deze route. Valt me op, trouwens. Blastoise heb ik inderdaad wat meer een verdedigende Pokémon gemaakt. Met een klein beetje speed. Maar voornamelijk attack. Oeps. Did I just say that out loud? Aloud. Als ik heel erg ben ik door vergeten wat ze als... Oh ja, ik weet het alweer. Was op zoek naar een mooie trainer. It makes it easier to talk to people if they have Pokémon with them. Dat klopt. Doe gentle, so I think I can beat you. I'll have to go. Ja, als mensen natuurlijk Pokémon... Hetzelfde met een hond. Als jij een hond hebt en iemand anders op straat loopt ook een hond... Heb je al meteen een onderwerp waarover je samen waarschijnlijk interesse hebt.
Ja, dat is makkelijk om dan even een gesprekje aan te knopen en een gesprekje te starten. Hetzelfde iedereen in de sportschool, weet je wel, of op het voetbalveld, iedereen uit voetbal. Dus nou, dan kan je best wel een keer een gesprekje starten over voetbal, denk ik. Ja, wedstrijd die pas is geweest, of je eigen wedstrijd die eraan komt, weet ik veel. Dat dacht ik wel, maar dat maakt niet uit. Charizard had denk ik toch niet meer heel veel kunnen doen, dus we gaan nu gewoon even over Blastoise. Ik hoop nog wel dat we deze trainer, hoe moet ik dat zeggen, overleven. Want zo te zien heb ik nog niet heel veel Pokémon meer over, zeg maar. Dus we worden even oppassen geblazen. Eerst is in ieder geval down. Met Ivysaur. Ik denk dat ik toch even ga wisselen. Want Venusaur neemt er natuurlijk geen effectieve schade van op, dus... In principe zijn we veilig om Venusaur in te wisselen. Litchi, kijk, dat is helemaal mooi. Dan neem je helemaal geen schade op. En dan ga je voor de façade. Oké, nou. Dan doet hij ook nog wat wijder Venusaur. Dat is helemaal mooi meegenomen, maar ja, wel weer een beetje makkelijker dit. En dan... Oké, nou, dan hadden we drie aanvallen kunnen absorberen, maar we hebben eindelijk maar eentje ontvangen, zeg maar. Dus dat scheelt een hoop schade, hopelijk. En als we dan misschien op de volgende Pokémon, als het geen gras-Pokémon is, Litchi kunnen gebruiken nog, dan zou het helemaal... Een Wigglytuff, dat is helemaal mooi, want die heeft helemaal veel HP. Dus we kunnen ook veel HP terugkrijgen, dus dat is mooi. Dus laten we gewoon voor de Litchi gaan. En dan misschien ga ik halverwege even wisselen, maar moet ik even kijken. Mimic, nou, dat is helemaal prima, want je kan mij niet Litchieten, hè, zoals we net al zagen. Dus ik vind het helemaal best. Dat is misschien ook niet handig om Blastoise dan weer in te wisselen, maar... We gaan het zien. Kijk, hoppakee, 53 HP weer op dat level, dus dat is mooi. We gaan voor de Resolief. Dan misschien ga ik bij de volgende... Ja, misschien dat ik nu wel even... naar Blastoise ga wisselen, want dan kan ook die weer even wat HP erbij krijgen. Venusaur nu wel aardig mooi. Ja, dat is wel netjes. Dan gaan we inderdaad ook even naar Blastoise wisselen. Hopen dat hij overleeft, zit ik me nu te bedenken, maar... Maar ja, als we nou Protect hadden, zou ook wel fijn zijn trouwens. Protect is misschien geen slecht idee. Body Slam. Dat is een hele mooie move trouwens, maar... Ja, we zijn met meer HP weggegaan dan dat we kwamen. Dus in principe is dat mooi. Dus als we nu killen, is dat geen probleem. Nou, mooi zo. We gaan misschien alsnog even de volgende trainer verslaan. Die had een Persian, dus... Misschien. No one. Maar denk dat we even laat, die trainer. Want dat is een beetje onnodig risico. Dus die doen we een andere keer wel even verslaan. I'm afraid of biters. They look so ugly and mean. Nou. Je moet nooit vooroordelen mensen overoordelen, heb ik geleerd. Dus probeer ook altijd eerst een gesprek met iemand aan te gaan. En ze beter te leren kennen voordat je ze gaat vooroordelen. Vooroordelen. Want ja, je kan natuurlijk niemand op zijn uiterlijk 100% leren kennen. Pokémon Road lies uphill from here. Ja, dat hebben we ondertussen wel ervaren. Meneer. Hey, hier kan je een trappetje op. Volgens mij kon het in de echte spellen niet, dus ik ben benieuwd wat hier te doen is. Niet veel. In Future City, each resistant resident helps raise the city's Pokémon. It said that in the guidebook. Let's see what the binoculars have to show. Palatown is to the west. Dat klopt. Let's see what the... There are people swimming. Dat is interessant, want als goed is dat achter ons juist. En niet boven ons. Maar misschien hebben ze het over familie en cities ook wel kunnen. Maar goed, nieuwe stad. Duurt even, maar daar zijn we dan. En inderdaad, trainers, die wachten even mee. Dat is een Psyduck. Oh, dat zijn een outrider. Wat leuk, joh. Kijk nou, wat leuk, joh. Dat zijn inderdaad... Oh, wat gaaf. Kijk die Omanite nou, joh. Kijk die Omanite. En die Lepers. Lepers hier zo. Oh, dat is ook mooi. Dat is ook mooi. En een trainer. Of een Pokémon. Lepros sure is wonderful. But where can you catch one? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Dat is een goede vraag, want... Ik zal het maar verklappen. Ik heb al iemand gezien die had geraden dat ik inderdaad... Redsen team wil gaan gebruiken. Dus ik kan het nu ook wel verklappen. Ik wil Redsen team gaan gebruiken. Dus de enige Pokémon die we nog nodig hebben op dit moment... Is Lepros. You can become a great trainer by raising just one of your Pokémon to be super strong.
You've got to develop your whole team evenly, but that's no easy task either. En ja, wat is wel makkelijk? You, do you have a ground type Marowak? If possible, I'd like to trade my Marowak for it. Heb ik helaas niet. No pressure, of course. Nou, dankjewel, meneer. Maar goed, we zijn dus inderdaad aangekomen in Fuchsia City. En dat betekent dat we ook onze Pokémon over kunnen zetten van Pokémon Go naar Pokémon Let's Go. Dat klopt. Dus ja, dat is natuurlijk gaaf. Want dan kunnen we ook in Pokémon Go voor Meltan gaan zoeken. Dus ja, ben je en een Pokémon Let's Go-kijker en een Pokémon Go-kijker, dan gaan er hopelijk mooie tijden komen. Oh, it seems like you have been having quite a marvelous adventure. That means I should increase the moves I can teach your Pokémon. So, hey you! Do you want me to teach a marvelous move to your Pikachu? Zeg het eens. Floaty Fall, Splitty Splash. Als het een elektrische aanval is, wil ik hem leren, maar nee, dat is het niet. En Splissy Splash klinkt als een wateraanval, dus ook dat gaan we denk ik niet doen. Nee, jammer. Prima, dat is wel handig voor grond-Pokémon trouwens. If you're working on a Pokédex, you should visit the Go Park Complex. Nou, dat gaan we dan zeker doen. Dan heb ik hier van mij met iedereen gepraat. Hier staat nog iemand in de hoek. Zit iemand in de hoek? There's a narrow trail that leads west out of Viridian City, right? Have you seen it? It leads to the Pokémon League, the organization that covers all Pokémon trainers. Dat klopt inderdaad. We hebben het, nou, zijn we het al geweest? Nou, niet helemaal. We hebben een beetje aangesnuffeld, kunnen we zo zeggen. Even kijken. Arcanine, inderdaad. Hier is nog een oude man. Gaan we er even mee praten. The Safari Zone has a playful park out in front. Out back is the Pokémon Car, the Go Park Complex. Ik weet echt niet meer wat ik zeg. Is het al 31 minuten? Nou, het valt mee. We gaan nog heel veel door. A forgetful old man used to live here, but I heard that he moved to Route 12. It sure is convenient having a Pokémon Center next door, but it means my rent is really high. Ja, dat zijn natuurlijk de nadelen ervan. Dus, in Rotterdam is het natuurlijk duurder om te wonen dan in... noem maar even een afgelegen plek. Weet ik veel. Een afgelegen dorp. Verzin zelf maar wat, zou ik zeggen. The Safari Zone's Warden may be old, but he is still in great health. Though his teeth are all false, to be fair. Als dat het enige is. You've met Bill. He's my grandson. He always liked rare things, even as a child. Oké. My big brother's Bill job is transferring Pokémon so people can send Pokémon to one another. He's the one who developed the park system. Oh, and you know the Go Park Complex? He made that too, with some professor from a faraway region. Oh, dat is wel leuk. Dus Bill heeft dan waarschijnlijk met professor Willow, denk ik. Ja, Go Park Complex gemaakt. Dat is wel leuk. Voordat we echt de stad gaan doorzoeken, gaan we nog even die trainers verslaan. Want dan hebben we denk ik dat wel een mooie uitdaging is voor deze aflevering. Even die trainers verslaan op die route en hier beneden. En dan hebben we alweer een mooie aflevering te pakken, denk ik. Dat denk ik wel. Want ik kan misschien nog even een paar Pokémon Go video's opnemen. Ik wil nog een power-up aflevering opnemen en een item spree aflevering. Are you a bad kid or a good kid? Maar dan in andere volgorde, dus eerst item spree en daarna de power-up aflevering. Dus we gaan het zien. Oh, we hadden maar één Pokémon, dat is lekker dan. Jongen, nou, daar zijn we alweer snel klaar mee, maar goed. Want ik had nou even van tevoren, iedereen heeft drie Pokémon in dat gebiedje, die vier trainers die we net zagen. En meneertje die het dan niet durfde te verslaan, omdat ik dacht van nou, drie Pokémon is te veel, heeft er weer eentje. Het is weer echt ongelooflijk. Maar ja, kijk eens aan, ik weet weer een... Oh. Zo zie je maar, als je je Pokémon goed behandelt, dan krijg je er echt wel wat voor terug. Het is echt ongelooflijk. No, you're a great kid. Was hij nou weer? Your bad kid? Zei hij nou dat het een bad kid waren? Ik weet het niet meer. De korte termijngever is niet altijd best. Pokémon Road used to be a cycling road, which wasn't very safe. But it got much safer once it became Pokémon Road. Oké. Okay. Als we nou even met Charizard gaan vliegen, wat zien we dan voor Pokémon? Wel, ik ben nu toch alle trainers hebben verslagen, ben nog niet. Ik hoorde wel wat. Heb je trouwens al met hem gevolgd of niet? Volgens mij nog niet, hè? Even kijken.
Pokémon Road is Suvin, isn't it? Huh? Oh, sorry, I spaced out. I'm a coach trainer. Did you want to have a battle? Zeker. Oké, okay, I'm ready. Helemaal vergeten. Het is maar goed dat we nog met Charizard even terugvlogen, want deze gozer was ik vergeten. Die heeft wel drie Pokémon. Een Pharaoh. Nou, het is helemaal appeltje eitje voor Snorlax, denk ik. Want hij is Pharaoh kan volgens mij geen super effectieve schade tegen ons aanrichten. En Snorlax is gewoon een monster, dus... Ja, 1 plus 1 is 2, zou ik zeggen. Dat is wel een gevaarlijke aanval, überhaupt. Drillpack, maar... schade valt mee. Kijk, dat is wel een mooie. Dan moeten we helaas nog een keer voor de façade gaan, want ik heb geen andere move die Pharaoh kan raken. Een 5-hit KO, jongens. Dat is toch wel even... Als we vorige aflevering deze gozer hadden verslagen, waren we nu al dood geweest, denk ik. Hadden we nu al jongens team verloren. Nou, dat is ook een geitje, maar we zijn echt een stuk beter geworden. Het is echt ongelooflijk. Een Beedrill, nou, dat moet ook wel een Pokémon zijn die te verslaan moet zijn. Ik dacht heel even dat het zo'n one-hit KO move was, maar dat is het niet. Dit drillrun is een dinnis, een grondmove. En dat was een critical hit, dus ik denk wel dat we nog eentje kunnen overleven. Tenzij het weer een critical hit is. Is dat altijd een critical hit? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar dat durven we niet met zekerheid zeggen. We gaan nu voor Charizard. Want die is daar super effectief tegen het Beedrill. Maar dat is jammer. Dat grote Snorlax nog wel even zou overleven. Ember gaan we wel gewoon doen, waarom niet? Nu we nog kunnen gebruiken, hè? Misschien dat we dan inderdaad wel een goede move van hem krijgen. Zit me te bedenken. Volgens mij krijg je toch altijd dinges van hem. Een TM. Ik ben wel benieuwd naar. Ik ga gewoon voor de façade. Ik denk wel dat Charizard dit moet overleven. Oké, laat maar zitten. Dat is nou niet heel veel schade. We gaan even wisselen naar Snorlax dan maar. Of Snorlax naar Blastoise. En dan even zien hoe of wat... de andere trainers beneden hebben te zeggen, maar... Die wil ik denk ik wel met Snorlax... Jeetje, Mina, weer een critical hit. Die wil ik denk ik wel even met Snorlax doen. Dus die gaat denk ik toch maar even weer naar de Pokémon zijn. Oké. Misschien dat we Blastoise toch maar even wat meer op fysieke aanval moeten trainen. Want hij net ook al met die Marowak. Status Slash en Marowak hebben wel goede verdediging. Dus wat dat betreft is het niet misschien heel gek dat ze niet in één keer dood zijn. Maar ja, super effectieve aanval van een Blastoise moet er wel in één keer kunnen. You're strong. You're great. Dankjewel. Een TM voor me. It was fun. I think you'll be able to put this to good use. Een trailrun, inderdaad. Helaas hebben we geen grond-Pokémon type, maar misschien dat we wel meer kunnen. In this drilly move that has a higher chance of scoring a critical hit. Nou, dat dacht ik al. maar jammer, als hij alleen een higher chance heeft, jammer dat we dan... Oh, weer een Eevee. Kijk, dacht ik. Ik had inderdaad stiekem nog gehoopt dat we een Eevee tegen zou komen. En daar komen we, inderdaad. Heeft hij weer een rood cirkeltje? Want dat hebben we nu al geleerd. Hij heeft weer een rood cirkeltje. Gaan we dan een Raspberry gebruiken? Nou, we gaan gewoon voor Great Ball. Want we gaan dan toch waarschijnlijk Ultra Balls gebruiken voor Legendaries. Dus Great Balls mag nog wel. Op wilde Pokémon. Jeetje, Mina Eevee. Ik geef je nu al Great Throws, Great Balls. En nog steeds zit je niet in. Als je er nu niet in zit. Als je er nu niet in zit. God, zie Mickey zeg. Wat wil je nou nog meer? Wat wil je nog meer? Was die eerste een nice of een great? Dat kan me niet meer herinneren. Want wil je dan een great throw hebben? Ook niet. Moet je dan een nice throw hebben? Ook niet. Nou, je ziet het jongens. Vang geen Eevee, want het is echt een ramp. Een Dodrio. Hallo zeg. Hey. We komen nu echt van alles tegen. Dat is wel een lastige zo te zien. Moeten we daar dan echt... Oh, nee toch. Ik ga hem wel Nana Berry geven, want dan blijft hij een beetje stilstaan in ieder geval. Ja, tuurlijk. Jeetje, Mina, wat wil je nou nog meer? Ik gooi hem echt. Ja, gooi dan! God, zie Mickey, zeg ik. Dankjewel. Ik gooi echt van helemaal, van de linkerkant van mijn kamer. Je gaat toch niet zeggen dat hij nu zit, hè? Dan gewoon, dat Eevee kunnen we niet vangen, maar Dodio, jawel hoor. Gooi dat...
Pokémon Let's Go. Echt waar. Haal alsjeblieft dit gooisysteem uit het spel in de Pokémon van 2019. Want het is echt niet 3 keer niets, maar gewoon 5 keer niets. Het is echt schandalig. Pokémon kan je niet vangen. Ze rennen weg. Ze springen eruit. Ze... überhaupt heel die joystick luistert niet. Dat is het grootste probleem wat ik eigenlijk als eerste moest zeggen. Maar jongen, wie heeft dat verzonnen? Echt waar. Wie heeft dat verzonnen? Het is echt bizar. Die zaak. Ik gooi. Nou. Ongelooflijk. Echt bizar. Jongen. Nu snap ik echt waarom je zoveel ballen krijgt. En ik hoop echt dat we nog veel meer krijgen. Want ik heb echt miljarden ballen nodig, ben ik bang, voor de legendaries. Daar maak ik me nu al zorgen over, zou ik willen zeggen. Kan je gewoon overheen springen, lekker dan. Ik wil net omlopen, kan je gewoon overheen springen. Maar goed, nog even deze trainers verslaan. Hallo meneer. I always cheered every grassy area like this voor nieuwe Pokémon. Is dat een vrouw? We gaan het nu zien. Wilton. Het is inderdaad een man. Heb je een beetje goede Pokémon, Wilton? Zeg het eens. Ik ga Snorlax denk ik trouwens wel Brick Break geven. Daar ben ik nu al over uit. Want dat lijkt me wel een handige move voor Snorlax. Ik kan tenminste ook dit soort Pokémon super effectief. Nou, ook weer niet super effectief, want Fearow is ook wel half flying. Maar dat is in ieder geval wat beter raken dan met alleen Façade. Niet dat het een slechte aanval is, maar ja, een beetje variatie is ook niet verkeerd voor Snorlax. Het zou normaal mooi zijn als Snorlax een flying aanval kon leren. Aerial Ace bijvoorbeeld. Want dan, Snorlax heeft natuurlijk maar één zwarte, dat is vecht. En vecht is zwart tegen flying. Ook tegen Psychic. Oh, hallo. Jeetje, Mina zeg ik. Dat bedoel ik dus. Nou, dankjewel Snorlax. Hartstikke fijn. De winnaar Pokémon Center. Oh, oh. Nou, maakt niet uit. Wat is slim om te doen. Winnaar Pokémon Center gaan of gewoon even doorgaan. Snorlax is toch langzaam. I wish I knew how to ride a Pokémon. Nou, dat is niet zo moeilijk. Is er nog eentje? Kuroku, how do you like my bird call? Nou, als hij zo slecht was als ik hem net voordeed, dan niet zo best. Want ik vond er geen... Ik vond hem niet echt mooi klinken, maar goed. En Pidgeot. We gaan hem wel gewoon even uitwisselen, Snorlax. Want dan kunnen we ook die volgende trainer nog verslaan met Snorlax. Ja, we gaan wel voor Blastoise. Vind ik wel even kijken of dat Bitrate misschien wat is. Of dat tenminste een beetje leuke schade aan kan richten. Maakt het in principe niet uit wat ik doe. Maar Bitrate is wel iets sterker, denk ik. Nou, wat is neutraal. Dus in principe is Waterval sterker. Nee, Waterval sterker. Waterval is sterker. En Ashes hadden we misschien kunnen overleven met Blastoise. Want Snorlax heeft een... Of met Snorlax. Want Snorlax heeft een hele hoge Special Defense en een lage Physical Defense. Dus... we hadden misschien wel voor de rest kunnen gaan, maar ja, nogmaals, als je weet dat je gaat vallen, ga je liggen voordat je valt. Je hebt pas met kerst van mijn ogen gehoord. Ik ben echt daarna is dat mijn nieuwe gezegde geworden. Maar jongens, kunnen we ook nog even aanvallen of niet? Dankjewel. Kijk, dat is mooi. Nu deed Waterval ook weer meer schade in natuurlijk verband met Torrent. Dat is de ability van Snorlax en alle andere starters. Als dan... Nou, laat maar zitten. I should have stayed quiet. Ja, de 3 abilities van de 3 starters. Meestal, ja, bij elk starter van elke generatie. Is dat het... The ocean close by, so I come to weekends to enjoy the sea breeze with my Pidgeot. Als ze Blaze of... ja, Torrent doet dan zorgen dat voor Blastoise wateraanvallen worden verbeterd, versterkt. This is my turf, get out of here. En datzelfde geldt voor Blastoise. Voor Charizard en voor Venusaur. Jongens, ik... Let's Plays is denk ik niet echt mijn afdeling hier, jongens. Ben ik bang. Een Farfetch'd. Kunnen we dat overleven, denk je, nog een aanval van Farfetch'd? Zoveel heel veel HP hadden we ook nog niet. 17. Oh, wacht. Ik wilde voor rest gaan. Oh, nou, we overleven toch niet. Oké, nou, vooruit dan maar. Maar dat was weer niet nodig. We gaan nu even voor Pidgeotto, want ik... ja, vind ik wel leuk. Ik heb zin in Pikachu eigenlijk. Zin in Pikachu te gebruiken. Dus Thunderbolt.
Dat zal inderdaad niet al te veel schade doen. Geen static, helaas. Dat is inderdaad prima. Weer een Farfetch. Nou, dat is niet al te moeilijk als hij allemaal Farfetch heeft. Kijk eens aan. En dan de laatste. En dan gaan we deze aflevering afsluiten alweer. Weer een Farfetch. Nou, wat een vent zeg. Jongen. Wat hebben we met Farfetch, man? Dit is een leuke Pokémon, maar zo bijzonder is het nou ook weer niet, hoor. Hoppa. Nou, zit er ook weer op. Farfetch up or down. Hoppakee. Eend naar de grond. Finisher level 43. Dat is nu mijn hoogste Pokémon. Grappig om te zien. Bah. Oh, dat is echt zo kinderlijk gezegd. Bah. Bah. Even kijken. Dit is mijn favorite ever pletje Pokémon. Prima. Ik heb een Pokémon. Dat is mooi. Dodio is niet geraakt. En dan kunnen wij inderdaad onze video weer afsluiten voor vandaag. Dus ja, hopelijk ja, heb jij ook net zoveel zin weer erin om nieuwe Pokémon Let's Go video's te kijken. Want hopelijk is ons team dus door middel van die dingen wat beter geworden. Maar ja, we hebben dus een beetje gevonden hoe we ons team sterker kunnen maken. En hoe we dat ook voor de toekomst dus kunnen verbeteren. Dus ja, ik ga nog even Pokémon helen. Voor nu wil ik jullie natuurlijk nog super bedanken voor het kijken. En zoals altijd voor jullie geweldige support. Wordt dus altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.